Jan Bart Kalk. Oh, Jan Bart Kalk. Wij staan hier in de advocatenkamer. Met een bijzondere reden. Kun je uitleggen waarom we hier staan en wat er straks gaat gebeuren? Ja, de advocaten staken in Nederland en dat is heel uniek. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Waarom doen we dat? Als protest tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Steven. Ja. Want met zijn plannen gaat onze vergoeding met 1/3 naar beneden. En dat is economisch gewoon niet haalbaar. Dat kan een kind bedenken. En dat betekent dat er straks geen strafrechtadvocaten meer te vinden zijn die hun cliënten kunnen verdedigen. En is het, maar goed, nu heb je het over de vergoedingen, dus de advocaten verdienen minder. Is dat de belangrijkste reden? Nee, we staan hier niet voor onszelf, we staan hier namelijk voor onze cliënten die op dit moment vastzitten in de gevangenis, die onze actie ook te hard ondersteunen. En ook voor toekomstige cliënten die op enig moment betrokken kunnen worden in een strafrechtelijke vervolging. Oké, dus... Die zitten straks zonder advocaat. Ja, daar komt het wel op neer. Met de vergoedingen die zo naar beneden gaan, zal je geen enkel advocaat meer vinden die dat nog kan doen. Dus moeten mensen dan zichzelf gaan verdedigen bij de rechtbank? Of mag dat überhaupt wel? Ja, je mag jezelf verdedigen, maar de kans is natuurlijk 1, dat het veel meer tijd kost voor zo'n rechter om eigenlijk aan te horen van wat is er aan de hand. De advocaat kan het in goede banen leiden. Maar het gevaar zit er ook in dat de verdachte niet precies weet wat hij naar voren moet brengen in zijn eigen voordeel. Ja, en dat hij wellicht veroordeeld wordt, terwijl hij anders... En neem het maar op tegen de alwetende officier van justitie op dat moment. De alwetende officier van justitie is natuurlijk heel erg machtig. Die kan mensen opsluiten voor dagen, voor maanden en zo niet. Als met medewerking van de rechtbank voor jaren. En de burger is daar volstrekt weerloos tegen. En is het een symbolische actie of ga je vandaag echt gewoon helemaal niks doen? Dat je, behalve dan deze manifestatie? We moeten in iedere zaak een afweging maken of wij inderdaad voor de individuele cliënt zeggen we staken, we doen niks of we gaan toch wel iets doen. Het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van onze cliënten, maar alles wat we doen is ook in overleg met onze cliënten. Dus alle afspraken zijn vandaag eventjes naar voren gezet? Zeg maar. Ja, al mijn getuigen verhoren voor vandaag bijvoorbeeld, ik heb aangegeven ik kom niet en mijn cliënt zei tegen mij letterlijk meneer Kalk, dat is shit voor mij, maar ik heb liever dat u nu staakt dan dat ik straks geen advocaat meer heb. Goed, en wat gaat het uitmaken? Want nu gaan advocaten dus staken voor een betere vergoeding, voor een goede rechtsbijstand voor de klant. Luistert Teven? Ja, dat is een hele vervelende vraag. Ik heb het idee dat deze meneer nergens naar luistert. De Raad van State heeft hem dringend geadviseerd om deze plannen niet door te zetten. Hij zet het toch door. Maar ik hoop dat we hiermee een stevig signaal af kunnen geven wat het betekent voor de rechtsstaat als de strafrechtadvocatuur en ook de overige sociale advocatuur gewoon straks weg is. En echt weg. Dan stort het systeem in elkaar. We zijn hier om te staken voor het behoud van de rechtsbijstand in Nederland. Als de plannen van Teven doorgaan, zal er geen advocaat meer te vinden zijn die een verdachte in het strafproces kan bijstaan. En ook zullen rechtszoekenden blijven zoeken naar een advocaat die ze kan bijstaan in het personen- en familierecht en in het vreemdelingenrecht. Dat mag niet gebeuren. Collega's, toeschouwers, het is 11:55. Ja.
gaat ons niet om geld, dat voor alle duidelijkheid. Maar met de plannen van Teven worden onze vergoedingen met 30% teruggeschroefd. Dat kan geen enkel kantoor trekken. En ook hebben rechtszoekenden in strafzaken als recht op een advocaat als ze 17 dagen vast hebben gezeten. Dat kan niet, dat mag niet gebeuren. Nu kan het tij nog gekeerd worden. Trek die rampzalige plannen in. En anders is dit het gevolg. Geen advocaten meer beschikbaar in strafzaken. Geen advocaten meer beschikbaar in persoon- en familierecht. Geen advocaten meer beschikbaar in vreemdelingenzaken. Wij zijn weg. De rechtsstaat blijft huilend achter.